Welkom terug, kijkers van Den Adem, bij een nieuwe poort van Dying Light. Vandaag zijn we aangekomen bij aflevering 19. Gaan we naar het museum van Raijs, moeten we waarschijnlijk zwemmen om bij de ingang te komen van het museum. En we zijn dus nu nog bij deze hideout. We hebben de vorige poort, toen we hem eindigden, gezien dat hier een blauwdruk lag. Maar laten we allereerst praten met deze chickie. In ieder geval, vast je like achter als je de serie vet vindt. Hem gaan we ook helpen, hij zit echt diep in de shit. En nou ja, zo goed gaan we wel verder. Dus laat sowieso je like achter, een leuke comment en let's go! Alright, I'm in. You look like someone who's afraid of nothing. And Zana knows the people like you. Zana was like you in her youth. Zana was protecting people. Well, but Zana was doing it for money. And you are a real hero, from what Zana has heard. Huh? Prostit for my insolence. But to Zana, you look as someone who would not refuse to help a child. What do you have in mind? This boy under Tariq's care. Poor thing looks helpless. Well, they both seem helpless. The boy survived something terrible, and Tariq thinks his brother is still in danger. If you could give him a helping hand... Yeah, I get it, but I don't know if I'm right for this. Oh, you are. Zana knows. Believe me. Do svidaniya. Oké. Blauwdruk, lekker primitief. Laten we ook nog even met hem praten voordat we weggaan. He just showed up. He barely talks, and when he does, he says some strange things. A lot of it is about someone named Mike. The only thing he had with him was this voice recorder. But this fella, Mike, it might be his brother. The kid says he left him behind. He asked me to go get him, but I don't think I can do it. It's too dangerous to take him with me, and I don't want to leave him here alone. You know where he lived? Dolma Street, Unit 11-2. Okay, maybe I'll check it out. Keep this recorder. Maybe it'll help you understand what happened there. Oké, ik hou het ingedrukt, maar nee, we gaan het niet doen. We zetten hem op het museum en daar gaan we nu heen. Ook gewoon in de avond, dus dat is best wel riskant. En dan gaan we dus nu vanaf dit punt zo snel mogelijk naar het museum toe. Dus welkom terug allemaal. Bedankt voor het liken al die parts lang. En ja, daar ben ik gewoon heel erg blij mee. Ik vind het leuk als een serie goed loopt. En als ze goed wordt ontvangen. Het is natuurlijk avond, hè? Dat moet ik niet vergeten. Even kijken, laten we de UV... lamp maar even instellen op dia. Ik moet daar achter zijn in ieder geval. Maar hoe kan ik snel van punt A naar punt B? In de nacht. Dat is altijd eng en riskant. Twee extra EHBO-dozen aangemaakt en we doen snel de autoval en dan rennen we weg. Dus daar komen ze nu op af. Oké, vanaf nu proberen het dak op te gaan. Ik zet ook mijn lamp aan, want anders gaat het echt niet lukken. Oké, ik ben best wel fucking hoog eigenlijk. Godverdomme, dit gaat niet werken. Wow, wat is dit rode? Sta maar op. En als je me dan aanvalt, dan gooi ik je naar achter. Mooi. Het is echt eng om je van punt A naar punt B te verplaatsen midden in de nacht.
Gelukkig heb ik wel echt sterke shit. Deze doet 350, hè? Ja, dat was het. Kun je nagaan. En er kan dus nog een upgrade op die er ook zo weer 40 aan toe zou kunnen voegen. Dus mocht ik zo'n upgrade koning vinden bijvoorbeeld, dan komt er ook weer 50 damage bij. Nou, hoe vet is dat? Wat zijn die gasten toch altijd aan het doen, man? Jeetje, moet ik heen? Oh, dat is het waarschijnlijk. Moet ik echt helemaal daar zijn? Zo ongeveer wel. Het ligt helemaal op een berg. Best wel fucking eng. Die Rai is ook echt een malle man, hoor. Ik had het echt niet verwacht toen ik de game aanschafte. Dat er zo'n bad guy in zou zitten die bijna te vergelijken valt met Vaas. Ja, ik moet een sprong zien te wagen, maar ik vind hem wel heel eng hoor, de sprong. Oké, het is toch gelukt. Godzijdank. Nice. Oké, ik denk dat ik maar moet gaan zwemmen. Hoe creepy dat ook is. Laat het maar gewoon gaan wagen. Oeh, dit is zo niet chill, hè? Zwemmen in de nacht. Aflevering 19 begint echt zwaar kut voor mij. De nacht vind ik al kut en dan moeten we ook nog zwemmen. En wie weet wat hier allemaal is, joh. Hoe, dat bedoel ik! Wow! Ik dacht al, waarom is het zo moeilijk om opeens een gemiddeld slot te openen? Val me aan, val me aan, val me aan. Hier, daar kunnen ze niet tegen. Hup, open. Alleen koffie, nou ja, wel goed voor een sidequest van de sloppen. Creepy motherfuckers, hij heeft alcohol bij hem. Oké, we healen onszelf. Dan gaan we eerst daarheen. De wateral is ook altijd wel fijn. We gaan eerst daarheen, dat ik daar nog een beetje kan lopen. Kan ik hier iets? Nope, ik kan alleen deze checken. Wat de hel is hier gebeurd? Spuitbus, dit. Ha, ik heb de nacht overleefd en dat ding ging godzijdank dood. Oh, wat een bitch. Gelukkig viel hij naar beneden, anders had hij... Vette cirkel trouwens. Nou goed, ik ga maar zwemmen. We gaan het erop wagen. 3, 2, 1, let's go. Oh man, dit is vet kut. Ik zit bijna zelf mijn adem in te houden. Oh
Oké, waar moet ik zijn? Hier denk ik. We hadden even een adem. Oké, ik ben er al. Lampje gaat uit. Er zit daar loot in en daar ligt ook een blauwdruk, dus waarom kan ik hier niet naar binnen? Jade's being held hostage at the museum. Troy says the place was originally built as a fortress and now it's Rice's biggest outpost in Sector Zero. I gotta get in there before Jade gets hurt, killed, or worse. Zoek een toegang tot het museum. Toch heb ik mijn lamp weer aan. Gaan we weer. Moeten we weer zwemmen hoor. Oh man, dit is echt onwijs kut. Hangt hier echt een kuts weer niet te geloven. Oh man. Lekker zwemmen hoor. Leuk dit. Uh-oh. Gelukkig, ik heb het gehaald. Lampje gaat uit. En ik kan ademhalen. Of zie ik hier gewoon waanbeelden? Wat de fuck is dit? Oké, het was gewoon zijn rode shirt. Nee, zie je, er is wel bloed hier. Wat de fuck is dit? Oh man. Oh shit. Zijn dat nou een soort bloeders onder water? Of exploders? Of hoe het ook heet? Ik hoop niet dat er straks nog één opeens grijpt naar me. Dat hij opeens nog even een stuiptrekking heeft en mijn been vastpakt. Ik vraag me af waarom dit onder water staat. Dit wordt echt mijn dood als ik nu niet snel aan hem kan halen. Ja, jij gaat me pakken, let op. Oeh, net niet. Ja, dat snap ik man. Je hebt ook echt fucking lang gezwommen. Oh nee, niet nu. Altijd. Oh shit. Ja, straks krijg ik te maken met Rice hier, hè. Vergeet dat niet. Oké, daar ga ik sowieso vallen. Misschien kan ik me vastgrijpen. Ja, ik kan me vastgrijpen. Oeh, gelukkig. Word ik nou gekraak van hout of gekraak van zombies?
Is daar beneden iets misschien? Nee, niks. Hier ook niet, oké. Nee, voordat ik een standbeeldje oversla, dat is echt typisch een plek voor een collectible namelijk, na alle games die ik heb gespeeld. Het lampje gaat uit en ik ben binnen. Oké, gelukkig heb ik ze uitgeschakeld. Ik doorzoek ze, werpbijlen, geweermunitie vol en een militair geweer. Nou goed, oké. Dat laat ik lekker zoals het is. Kan ik hier nog wat oppakken? Nee, ze hebben gewoon een podium random gemaakt, gewoon voor de gein. Waar Rice toespraken houdt waarschijnlijk. Het ziet hier fucking naar uit. The last time we met, you took something of mine. Now, I took something of yours. I don't negotiate with assholes, Rice. I get out of here with Jade, or I take your other hand too. Your choice. You cannot simply demand to have her, Crane. You must make a showing of effort first. Attack! Move it, boys, move it! Go, go, go! I'm gonna kick your ass. Gaan we weer. Ja hoor, gaan we weer. Wat een bitches. Oké, ik zet mijn zaklamp gewoon aan. En ik maak ook even wat molotovs. En met mijn zaklamp dan verblind ik ze in hun ogen. Kan ik molotovs maken eigenlijk? Ja, ik kan molotovs maken. Oké, nice. Dat is mooi. Here's a present for you. Zo, dat haalde veel uit. Glas is het, oké. Oosters hakmes. Oké, die is al dood. Goed rondkijken. Kijk, het kan zijn dat ik ze verblind. Het kan ook zijn dat ik mezelf verraad, hoor. Kom maar op. Fire in the hole. Die, stop him. Volgens mij vinden ze het niet leuk. Oh, het is kogelvrij glas waarschijnlijk. Now you fucked up. Catch this. Rice werkt echt alleen maar met psycho's, man. Die, motherfucker! Is that the best you got, Rice? I can do this all fucking day! Dat je krijgt hoor. Stop him before he runs again. There's a present for you. Staat toch gewoon in de fik hoor, heb ik goed gedaan. Hij is nog niet dood. Nu wel. Oh, ik word ergens vandaag gehit.
Wow! Ik had helemaal niet door dat er een granaat werd gegooid. Of was gegooid. Kom op! Wat meer? Oh, daar. Man, gaat hij zo spelen? Wat een bitch is het, hè? Come and get her. Noodpakketje. Zegt hij nou serieus gewoon come and get her? Gewoon even uitlokken, die bitch. Waar is hij? Ik ben hem kwijt. Dan moet hij binnen wel ergens zijn. Kom erop, kom erop. Hup, dood. Mooi, lekker veel monies. Ja, ze staan in de fik. Nice. Vet. Bevrij Jade. Oké, dat is mijn, mijn doel nu. Ik pak wat ammo op natuurlijk. Hetzelfde geldt voor dit. Hier pak ik ook wat ammo vandaan. Vette missie tot nu toe, hoor. Damn it. Oh, the pain. Ik kies werkelijk de kutste momenten. Ik vertrouw er geen moer van, hè? Kijk, daar gaan we al. Oké, die zijn uitgeschakeld. Ik heal mezelf even en maak dan even wat nieuwe EHBO-dozen aan. Even wat nieuwe. Ik kan gewoon maar één keer maken. Nou goed, ik heb nu 3 EHBO-dozen. Dit gaat lastig worden. Sick. We just killed him. Ik heb niet zo heel veel ammo meer, dus. Zou ik ook maar politiegeweer erbij pakken, gewoon? Jezus. Dit zijn aardig wat zombies, jongens.
ga het er maar op wagen. Ik ga het er gewoon op wagen. Toch wel heel vet. Nou, hier kan ik aardig lang rapen. Oh. Mooi. Pakketjes rapen. Krachtlevels ook omhoog. Dit is natuurlijk perfect voor alle XP. Maakt me niet uit hoeveel tijd dit kost. Ik heb die pakketjes nodig. Mooi, ik camoufleer mezelf ook. En dan ga ik er langs. Oké, ik doorzoek ze. Ik heb mazzel dat dit op deze manier is gegaan. Ik switch over naar mijn wapen. En dan hoop ik dat ik weer wat EHBO-dozen kan maken met de dingen die ik heb opgepakt. Ja, ik kan goede EHBO-dozen maken. Mooi, daar ben ik blij mee. Oké, ik ga verder. Niemand kan mij weer iets maken. Waarom ontplofte die niet? Hey, wat is het doel? Nou, daar doorheen kan ik niet. Dus ik zal hier naar beneden moeten. Het moet wel. Koffie eraf.
Jezus, wat een sick game, zeg. Fuck! Jade! Oh shit! Oh shit, what have they done to you? Fine, Crane. Tahir knocked me over the head before he dumped me in here. Just give me a minute. Oh, I'll be right as rain. You do not have the luxury of a minute, Scorpio. In fact, what little time you have, you owe to me. Thanks to your repair of my antennas, Crane, I've listened to every word any of you have said. How do you suppose I found you, Miss Aldemir? Or the good Dr. Camden? How do you think I broke the connection between the sectors? I am the director of this field. And now that I have Zera's research, the GRE will do as I command, which renders the two of you useless. Tahir! You took offense, Crane, as I recall, at being referred to as a trained monkey. But look at you now. For our amusement. Fuck! You are strong enough to have joined me, but you lack the proper power. Consider this a character strengthening exercise. Shit. Help Jade en dood alle geïnfecteerden. Oké, dat is tot nu toe gelukt. Wat sta je te doen, lief schat? Come on, Jade, let's get out of here. Nou, die zit op slot. Zo simpel is het natuurlijk niet. Zou ik haar anders maar gewoon volgen? Oké, we moeten gewoon door deze deur. Oh, Jade, are you hurt? They didn't bite you, did they? I'm fine. Just... give me a second. Sweet little Jade is far from fine, Crane. She was bitten and infected hours ago. How noble of her to try and hide it from you. Biter got me on the leg. You didn't need to know. Once again, you find yourself with a choice, Crane. Your precious Scorpion is about to turn. But so are you. Who will receive the Anthesy? Who has a hope of living through this encounter? It's up to you now. Jade, here. You take this. No! No, come on. Listen, I've still got some in my system. You need this worse than I do. Crane, I just want you to promise me one thing. When the time comes, you're the one who takes me out. What? No, I... promise me! Jade, I can't... Jade, where are you? Jade? I need you to hear me, Crane. Guys, what the fuck? Crane, can you hear me? Crane, zeg wat, man. Jade, where are you? Jade? I need you to hear me, Crane. De geluiden zijn echt niet om aan te horen. Het is echt kut, jongen. You wanted to try and save me. Not everybody would have offered that vial the way you did. Whoa! But it's too late for that now. It's too late for me.
Jade, wat ben je aan het doen, man? For a while I blamed you for Amir's death. I wanted to kill you. But I realized it was time for Amir. It was time for him to go. Dit is echt zo Far Cry-achtig. Het is net of het een stuk is met Citra of zo. Oh nee. What the fuck is dit? Oh! Kill it! Oh, the pain! Everybody's life is finite, Crane. You can't deny it. It's pointless. Het zijn allemaal dingen die ik heb gezien. What the fuck, undead in the class. Oh my god. Sweet, joh. And eventually we die. And there's nothing we can do to change that. Er komt geen einde aan. Ik word helemaal gek. Ben ik nou gewoon aan het muteren of niet? The only thing we can do is make what happens in between count. Het zijn de sloppen, het zijn stukken tower, het is alles wat ik heb meegemaakt in de game. Al mijn herinneringen, alsof ik langzaam gewoon wegvaag uit de realiteit. Save these people. We Amir's life counted. And now he's gone. Rahim's life counted. And now he's gone. If sacrificing my life means saving everyone in Harran, then that's what I want to do. Jade, waar leid je me heen, man? Please, not now. Dit is echt zo fucking trippy en ik weet ook niet. Wow, what the fuck de bedoeling is en hoe lang dit nog duurt. Don't take that away from me, Crane. I was born premature. The doctors didn't think I was going to live. But I fought. I struggled and I fought. And I worked and worked and worked. I became a champion. I became the Scorpion. I left my mark on the world. It's my time now, Crane. You can't save me. You've got to let me save you. Let me save you. Whoa. Get the door open! Ugh, shit! My head! Oh! No, don't let me do this!
Oh, no. God, Jade, what was that? I'm so sorry. I didn't mean to... One of us has to live, Kyle. You just remember what you promised me. All of this, and still you had your choice made for you. Disappointing, Craig. You and you, get in there and kill them. Tahir krijgt er nu van langs. Tower speaking. Remember, if you don't reach the tower in time, get your ass to the nearest safe house and wait until dawn. Good luck. It's too late. Your whole world's about to turn to shit. Hoe kan ik ooit tegen hem overleven op deze manier? Nice op de helft. Kijk, ik begin er een techniek in te krijgen met zijn kutmesjes. Kom dan, hè, spierbundel. Oh, hit die me op eens weer, hoor. Flikker op. Weer, ik ontwijk het toch echt. What the fuck? Ik ontwijk het een uur en nou opeens kan ik niet meer ontwijken. Oké, het kan me lukken. Het kan me lukken in de first try. Hoe vet zou dat zijn, maar... Kom dan. Weer, hè? Ik ontwijk je gewoon, bitch. Ik snap het niet. Oeh. Nee. Procent held. Gelukkig is hij niet zo snel. Oh, maar nu wel. Nu wordt het... Oh, shit. Ik wacht even tot hij weer op 35% staat. Goed, mijn held komt er heel sloom bij nu. Vooral als hij messages blijft gooien, de bitch. Watje.
Oh, hij is bijna dood. Maar ik ook. Het gaat echt om twee mappen, maar ik moet wel een perfecte timing hebben. En het is nu echt zo'n moment om dood te gaan. Dat zou fucking kut zijn. Dat bedoel ik. Nou, ik kan hem niet meer ontwijken opeens. Ik zie ook echt amper wat. Ik heb hem! Look at that. Jade lost her life for this thing. It's just lying on the floor. I guess Rice must have dropped it when he was trying not to get shot, huh? Shit, this is just the tissue samples. Where's the other package? Go to hell, Crane. Wow, Tahir. You know, you're looking pretty fucked up, huh? Yeah, those don't look like the kinds of wounds you recover from. So? Then kill me. No, no, I shouldn't. I should just leave you here to suffer. That's what you deserve. Yes? Then why don't you? Because you're not the kind of loose end you leave untied. Troy, it's Crane. Crane? You're alive. Troy, Jade. Jade's dead. Oh. I'm sorry. I'm really sorry, Crane. I mean it. What happened? Rice. He forced us. Jade saved my life, Troy. Again. She died saving me. Crane. You've still got to call off the ministry. That's why Jade sacrificed herself. So you could do this. So you could save the rest of us. Is Savvy there? Has he figured out how to get a message through? Yes, but to do it, you need to meet me. I have to give you an amplifier that Savvy says can help us break through the signal jamming. I'll wait for you in the safe zone. Halfway to the antenna, where you'll need to mount the amp. Okay, Troy. On my way. You asked for it! Klootzakken, daar moet je echt je woede in uiten gewoon. Hij had gewoon een ziek zwaard bij hem, die man. Jade en ik zijn beide infected en Rice made us fight for Antizin. She let me have it. Sacrificed her life for me. And when she turned, I had to put her out of her misery. First Raheem, now Jade. I swear I'm gonna fucking make Rice pay. Dr. Camden, it's Crane. Do you copy? Crane, good to hear you're still alive. Did you find Jade? Yeah, I found her. Listen, I also found Dr. Zara's tissue samples, and I'll bring them to you, but first there's something else I need to do. Okay, great. Remember, we don't have a lot of time. Look, I know, Doc, but I'm about to buy us time. I'll be in touch. Phew, daar ging ik bijna. Ik ga jullie bedanken voor deze uur special. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Die Rice, die verdient echt nu een dik mes in zijn ribben, man. Hij heeft echt de game heel kut gemaakt eigenlijk. Alle characters gaan dood door hem. Terwijl hij bij wijze van spreken gewoon nog zou kunnen redden of kunnen helpen, maar nee hoor. Nou ja, ik hoop dat jullie het cool vonden. Jullie zien me zo snel mogelijk terug met de nieuwe verhaallijn part. Dit is een best wel vette plek. Ik zal alleen de sprong niet wagen, dat is best wel eng.
Maar wow. Een kut part zeg. Jade dood. Had ik niet verwacht. Tot de volgende video jongens. Later. We'll be right back.